Oké, als je Zebras voor het eerst opstart, dan heb je waarschijnlijk zoiets als dit als scherm. Wat we nu hier open zien is de Lightbox. En dat is dit knopje hier. Dus de Lightbox linksbovenin. Kun je open en dicht klappen. En dit is eigenlijk altijd waar je begint. Hier vind je bijvoorbeeld je quick saves. Dus mocht Zebras ooit een keertje crashen of whatever, dan vind je het hier. Hier zie je ook een recovered. Dus hier heb ik waarschijnlijk een keer een crash gehad. Hier vind je tools, nou ja, van alles. Alleen zorg dat je bij project begint. En dan dubbelklikt op de Dynamesh sfeer. Nou, en dan heb je ook iets om mee te gaan beginnen. Als eerst om te zoomen, in en uit te zoomen, hou je Ctrl in. En ja, bij mij is het gelokt op het onderste knopje van mijn Wacom-pen. En dat is voor iedereen verschillend. Maar hier staat die standaard op als het goed is. Dus Ctrl. En ik hou hem in. En ik zet mijn pen niet op mijn Wacom-tablet neer. Dus niet op de tablet zelf. Maar ik hou hem gewoon in de lucht. En ik sleep. Dus ik ga heen en weer. Dus daar moet je gewoon eventjes aan wennen. Maar daarmee kun je dus in- en uitzoomen. Mocht je op een of andere manier dit niet kunnen doen, kan je ook hier zoomen. Aan de rechterkant zie je hier zoom 3D. En dan kan je in- en uitzoomen. Nou, met Alt ingedrukt en klikken en slepen met mijn pen, kan ik pennen. Dus dat is Alt en dan klikken. En Ctrl en slepen om in- en uit te zoomen. Wat je eigenlijk meteen jezelf moet aanleren is om Shift in te drukken om je scherm te lokken. Dus als ik hier een beetje scheef sta bijvoorbeeld, en ik sta zo voor mijn balletje met klei, dan is dat natuurlijk super onhandig. Dus ik hou Shift, ik sleep en ik klik een keer op Shift. Of ik druk een keer op Shift op mijn keyboard. En je voelt dat die snapt. En dat is dus ook heel handig als je straks symmetrisch probeert te werken. Of ja, alles mooi van voor wilt zien. Probeer dat jezelf aan te leren. Dus dat je met Shift snapt. Oké. Nou, hier vinden we dingen zoals Move, Scale en Rotate. Dat is eigenlijk een beetje zoals in Maya of andere 3D software. Je krijgt een gizmo. Hiermee kan je scalen, rotaten en scalen. Dingen veranderen in de shape, dus wat groter maken. Dus als jij een andere versie hebt dan Zebras 2019. Volgens mij hebben ze dit namelijk ingebracht in Zebras 2018. Als je een versie daarvoor hebt, dus 4R7, dan heb je waarschijnlijk een andere gizmo. En die kan ik trouwens hier wel even laten zien. Die kan je hier nog steeds naar voren halen. Die werkt iets anders. Dus daarmee klik en sleep je. En hou je Shift ingedrukt. En dan kun je het middelste blokje pakken. En dan gaan verplaatsen bijvoorbeeld. Alleen dat ding werkt gewoon heel anders. Dus als je 4R7 hebt, zou ik zeggen, ga echt even op zoek naar 2018 of 2019. Want ze hebben zoveel goede aanpassingen daarin gedaan. Dat is echt wel waard om even de tijd te nemen en te switchen. Dus doe dat even. Goed. Nou, gaan we heel even de interface kort door. Dus hier Move, Scale, Rotate. Hier vind je je brushes. Standard brush had hij nu. Klik erop. Of ik druk op B. Dan krijg je hem hier in je scherm. En dit zijn alle brushes die ik nu in Zebras heb zitten. Dus die er standaard in zitten. En ik kan sorteren door bijvoorbeeld de eerste letter in te typen. Dus stel ik wil Clay Buildup. Dan kan ik de C intypen. En dan kan ik hier de clay build-up kiezen bijvoorbeeld. Dus dan zie je dat hij alleen degene met de C heeft laat zien. Dus dat is handig, want het zijn er best wel veel. Welke brushes je precies nodig hebt, daar komen we nog wel op. Want ja, er zijn een aantal brushes die gewoon heel veel, die je waarschijnlijk heel veel gaat gebruiken. En een aantal die je dus eigenlijk nooit gaat gebruiken. Of in hele zeldzame gevallen. Bijvoorbeeld hier, als ik G indruk, dan heb je groom brushes. Nou, dat heeft allemaal te maken met haar. Die van fibers zijn gemaakt. Nou ja, daar gaan wij sowieso niet op komen. Goed, dus dat zijn je brushes. En vanaf hier kan je hem dus selecteren. En kan je ook gaan brushen op je balletje met klei. Wat je wel ziet is dat er geen symmetrie aan staat. En symmetrie is altijd wel handig om aan te hebben. En die stond trouwens wel aan, alleen ik keek vanaf de zijkant. Ook goed om in de gaten te houden. Let even op deze onderste twee streepjes. Welke kant ze opstaan. Je wil dat het blauwe streepje jouw kant op staat. Dan weet je dat dat de voorkant is.
Anders dan ga ik hier zitten sculpten en denk ik, oh, het is allemaal leuk. En draai ik ineens om en heb ik het aan twee kanten. Dus zorg dat je dat in de gaten houdt. Dus met X op je keyboard kan je ook symmetry dus aanzetten en uitzetten. Dus hier is hij uit. Druk een keer op X en is hij aan. Dus dat is een toggle. Dus kun je aan en uitzetten. Goed, dat zijn brushes. Hieronder zie je de stroke, kun je aanpassen. Zal ik voor nu gewoon laten staan. Alpha's. Kun je een alpha toevoegen. Dus dat het een sterren afdruk heeft bijvoorbeeld. Nou ja, whatever. Komen we ook nogal op. Hebben we niet nodig. Texture hoef je ook niet aan te denken. Material. Misschien als je hem voor het eerst hebt opgestart. Ik weet niet of dat nog in 2019 is. Maar meestal start hij namelijk met deze rode wax material. En persoonlijk vind ik het niet een hele fijne material om naar te kijken. Bij deze, de Madcap Grey, zie je wat beter de schaduwen en de reflecties van het licht. Dus ik zou hem op Madcap Grey zetten. Zo wordt ook door de meeste mensen gebruikt. Kleur hoef je ook niet aan te zitten. Dat kan je allemaal laten staan. Goed, dan hebben we hier de bar hierboven nog. Hier zie je RGB-kanaal. MR-EGB-kanaal. Dus dat is material en kleur. En hier een material. Hier hoef je ook nog allemaal niet aan te zitten. Dus kun je ook vergeten. Z-add en Z-sub. Dat is wel een goeie. Nu Z-add staat aan. Zoals je hier ziet. Dus dan wordt er klei bijgevoegd. Dus toegevoegd. Wanneer ik Z-sub aanklik, haalt die klei weg. Dus subtract die. Dus niet adden, maar subtracten. Handige manier om dat gewoon simpeler te doen, is Alt indrukken. Nu voeg ik klei bij. Druk ik Alt in. Haalt die klei weg. Alt is eigenlijk zorgt ervoor dat hij een tegenovergestelde actie doet van welke brush, van de normale actie van de brush die je geselecteerd hebt. Verschil is ook per brush. Dus als de brush als functie heeft, bijvoorbeeld de slash brush, die heeft als functie klei weghalen. Maar als ik Alt indruk, dan gaat hij dus het tegenovergestelde doen en voegt hij klei bij. En dan zie je ook hier standaard staat hier precies sub in plaats van z-add. Ik ga even terug naar mijn standard brush. Hier kun je ook de z-intensity aanpassen. Dus stel, ik gebruik natuurlijk pen pressure, want ik heb een vacuum tablet. Maar stel het is toch nog te intens, dan kan ik hier de intensity omlaag slepen. En dan zie je dat ik wat langer moet brushen om hetzelfde effect te krijgen. Ik kan hem ook omhoog zetten, als je wat meer klei wil in één keer. Focal shift heeft eigenlijk mee te maken met de fall-off. Dus moet ik hem heel even eentje keertje dividen. Zo. Kijk, nu heeft hij best wel een bijna soort soft brush. Als je hem vergelijkt met Photoshop. En als ik nu de focal shift verander, dan zie je ook dat dat bolletje binnenin verandert. Dan wordt het in één keer een hele harde brush. Je ziet dat het een hele harde brush is. Als ik hem op -100 zet. Dit gaat beter. Maar dan gaat je brush, het heeft dus invloed op die fall-off. Dus kan je een beetje mee spelen als je een bepaald effect wil. Draw size, nou ja, heel logisch hoe groot de brush moet zijn. Dit alles kan je ook vinden onder spatie. Als je spatie indrukt, en dat komt dus bij je cursor in je scherm. Dus ligt er maar net aan waar je met je cursor zit. En dan kan je hier heel snel de draw size aanpassen. Of de z-intensity, of allemaal andere dingen. Je kan ook die haakjes, die brackets gebruiken op je keyboard. Alleen dat duurt eventjes. Net als in Photoshop kun je daarmee je brush kleiner en groter maken. Alleen als jij van een hele kleine brush naar heel groot wil, dan ben je dus een paar seconden dat in aan het houden. En dan kun je eigenlijk beter slepen. Vooral omdat het toch bij je brush in de buurt zit. Goed, nou dat is dat. Hier vind je je active points, je total points. Active points is waar we nu naar kijken. En je total is wat alles wat ik in mijn scène heb. Nou, we hebben alleen nog maar deze sfeer. Dus daarom staat de total ook op 11. Nou, wat heb ik allemaal in mijn scène? Dat kan ik zien hier onder subtools. Dat kan ik openklappen. En dat is soms even schrikken, want alles in ZBrush heeft een menu in een menu in een menu. Maar echt 60% heb je niet nodig.
Dus dat is een positief falen. En je moet dus even weten wat je wel nodig hebt en wat precies niet. Oké, hier je subtools. Dus mijn enige subtool nu is Polysphere. En die kan ik bijvoorbeeld duplicaten. Dan heb ik er twee. En dan zie je dus ook hier wat ik bedoel met die total points. Dus we kijken, ik heb deze geselecteerd. Dus dat is de active points. De total points is dus deze twee spheres bij elkaar. Nou, stel je wil deze deleten, dan kan je hem deleten. En stel ik wil hem, hier zie je ook oogje aan en uit, maar dat werkt alleen als je op een andere tool staat. Kijk, ik ga deze heel even afslepen. Zo. Kijk, ik sta op deze, dus kan ik deze aan en uitzetten. Bij deze werkt dat niet, omdat ik erop sta. Dus dan houdt hij hem altijd zichtbaar. Dat is ook even zo'n gek dingetje waar je even aan moet wennen. Kijk, nu kan het wel. Deze delete. Zo. Stel, ik wil wat anders toevoegen. Ik wil bijvoorbeeld een cilinder toevoegen. Dat kan. Dan kan ik hier op insert klikken. En zie hier verschillende objecten die ik kan toevoegen. Dus ik zou nog een sfeer kunnen toevoegen, maar je hebt bijvoorbeeld ook een cube. Of dus een cilinder. Zet hem neer. En kan ik hem move verplaatsen. Shortkeys zijn QWER, net zoals in Maya of andere 3D software. Dan vind je hier je draw, move, scale en rotate tools. Dus kun je makkelijk tussen switchen. Even zien. Nou, dingen combinen kan ook. Dus deze en deze misschien bij elkaar. Dan ga ik hier naar merge, merge down. Dus dan gaat hij van deze naar beneden. Dus daarom merge down. Merge naar beneden. En dan zie je dat het best wel dramatisch. Dan staat hier, this is not an undoable operation. Wanneer vaak je het meestal nog wel kan splitten. Kijk, druk op oké. Zeg ik ja, is goed. Nou, dan heeft hij hem gecombined. Zie je ook hier. Hij heet Polysphere en deze twee objecten zitten erin. Maar kan dus ook naar split gaan. Split to parts. Zeg ik oké. Prima. En dan split hij ze tot twee losse onderdelen. Dus soms kan je nog wel splitten. Even kijken. Nou, dit zijn dus je subtools. Hier, stel je wil iets importeren vanuit Maya of andere 3D software. Dan doe je dat ook echt in je tool. Dus dit is je toolbar. Dan kan je hier importeren. Nou, dan is er nog geometry. Hier zit je ook heel erg veel tijdens het sculpten. Hier heb je in geometry heb je Dynamesh. En de Dynamesh sfeer hadden we net gekozen. Dus die heeft al een Dynamesh. En wat Dynamesh doet is... ik gooi heel even deze weg. Of nee, ik zet hem even uit. Zo. Kijk alleen nog maar naar die. Geometry. Wat Dynamesh doet is dat het is eigenlijk een soort schetstool. Dus voordat we echt naar onze final topologie gaan. En voordat we onze... Ja, echt kleine details gaan toevoegen. We willen een soort van schets maken. Dus eigenlijk een soort snelle sculpt. We willen helemaal losgaan zonder over topologie of geometry na te denken. Dus daar is dit heel handig voor. En ik zet heel even hier mijn polyframe aan. Dan kunnen we dit even bekijken. Ik ga even naar mijn move brush. Zo. En kijk, stel ik zou dit gaan willen moven. Dan zeg ik nou, ik wil deze vorm hebben. Dan zie je, op een gegeven moment gaat het fout. Qua topologie. Van hier, ik trek alles uit elkaar. En hier gaat het eigenlijk gewoon helemaal kapot. En dan moeten we dus even wat aan gaan doen. Hier ziet het er zo uit. Als je normaal te sculpten bent. En daar is dus Dynamesh handig voor. En dat kun je onder de shortkey control. En dan een vakje slepen. En dan Dynamesh die. Dus dan zag je dat die... even deze aan, ziet beter. Maakt hij de topologie weer opnieuw. Dus hij gaat hem opnieuw berekenen. En dit is eigenlijk wat je de hele tijd doet. Je bent aan het sculpten. Je maakt aanpassingen in je mesh. En wanneer je het nodig hebt, zoals je net zag. Dan dynamesh je hem even. Dus dat kan je doen dus door control en dan een vakje te trekken. Dat is de shortkey. Of je kan even op deze grote knop drukken. Dat kan ook. Je kan iets in de resolutie veranderen. Want de resolutie is nou redelijk laag. Dus ik zet hem ietsjes hoger. Zo, kijk. Dan is hij wat hoger. Alleen de grootste fout die je kan maken eigenlijk
wanneer je net begint met sculpten, is dat je te snel te hoog in resolutie gaat of te snel te hoog in je subdivisions. Want stel, we hebben dit nou helemaal in Dynamesh mooi gemaakt, klaargemaakt. Dit is wat we willen hebben. Even met shift ingedrukt. Zo, even shift ingedrukt, kan ik smoothen. Dan kan je het wat mooier maken, zo, prachtig. Nou, stel, dit is het ding wat ik wil hebben. Dit vind ik mooi. Dan ga ik pas subdividen. En dat is eigenlijk de workflow. Dus je begint met Dynamesh. Zo lang mogelijk in Dynamesh blijven. Weet je zeker, dit is ongeveer de shape die ik wil houden. En ik wil nu alleen nog maar kleine aanpassingen doen. Dus rimpeltjes toevoegen, poriën. Ik ga geen grote veranderingen maken meer in mijn topologie. Dan ga je subdividen. Of, als eerst trouwens, waarschijnlijk eerst ZBrushmesher. Want wat ZBrushmesher doet, is die gaat een mooie topologie hiervan maken. Dus ik heb nu nog die lelijke kriskras topologie. Druk ik hier op ZBrushmesh. Zie je dat hij hier eventjes bovenin bezig is. Het kan even duren. Vooral als je kijkt, is het nog maar iets kleins wat we nu hebben. Maar als je iets groters hebt, dan duurt het echt eventjes. Kijk, en dan zie je dat hij mooi probeert die topologie met de lijnen mee te laten lopen. Met de vorm mee te laten lopen. En vanuit hier heeft hij dus een mooie topologie gemaakt. Ga ik dividen. En dan kan ik dus die rimpeltjes toevoegen. Goed, maar dit is een van de lastigste dingen hoor. Die workflow van dat Dynamesh, ZBrushmesh en Subdivide. Van hoe dat precies in elkaar zit. Ja, dat kost even tijd voor je door hebt. En dat is helemaal niet erg om af en toe fout te doen. Alleen vergeet niet te starten dus met Dynamesh. Daarna te ZBrushmeshen. En daarna te subdividen. Dat zijn eigenlijk gewoon de regels. Simpel gezegd. Wanneer je werk wil saven, is er eigenlijk één manier om eigenlijk alles te saven. En dat is File, Save As of Ctrl S op je keyboard. Zo save je je hele document met alles erbij. Dus pas op dat je niet hier document doet en dan save. Of pas op dat je niet hier saved. Want wat je dan doet, is dat je alleen deze subtool saved. Als je vanuit de tool saved. Dus de rest. Dus File, Save As en dan save je hele scène.